gaan lekker choppen. Chop chop. Chop chop. My favorite drink. Wat is jouw favoriete snoepje? Zet het in de comments. Dan moet ik de hele tijd zo gaan zitten. Dat is gewoon de opstelling. Zo is het gewoon nou eenmaal bepaald. Hoi. Hey guys. Nee, dat kan jullie wel openen. Ja, doe maar. En dan komen wij zo. Ja, oké. In beeld. Ja, oké, doe. Wat moet ik zeggen? Hey guys. Hey. Nee, dit is echt stom. Chop chop. Deze is van jou. Lekker man. Is deze van mij? Lekker chop, ja. Wil jij dit aan? Kan het? Ja, dat kan je hier. Ik heb zoveel trek. Ik ook, ik kan niet meer. Lekker. Abnormaal. Ik ga de spicy veggie. Lekker man. Die heb je helemaal niet veggie hoor. Het is of. Sorry. Ik kan niet goed gelezen. Maar zij dacht ook echt 3 keer. Ja, maar ik ben eigenwijs toch. Ja, echt. Zij is echt. Maar je wordt er gewoon ziek van, ouwe. Terwijl je gewoon weet dat je gelijk hebt. Ze doet alsnog haar eigen ding. Klopt. Ik heb gewoon niet eens zin om die TikTok te maken. Die TikTok? Mhm. Moet ik TikTok? Chop chop. Oh. Oh, wel. Doe even. Ja. Is... Nee, mijn vriendin. Ja. Oh, chop chop. Oh ja. Dan moet jij niet zeggen chop chop. Jij had die vraag toch naar mij geappt? Ja. Sorry, ik vind het heel optimistisch met die ramen zo open. Hoezo, heb je het koud? Nou, het is niet warm, nee. Oh ja, we gaan trouwens, ik moet even zeggen wat we gaan doen. Ja. We gaan vragen wat je niet aan een jongen zou vragen. Wist je dat al? Wist je? Ja, dat wist ik. Oké. We beginnen makkelijk, hè. Ja, wat is een afknapper bij meisjes? Als ze het raam open laten terwijl ik het fucking koud heb. Shit. Nou, gelukkig hoeven wij geen indruk te maken. Oh, dit is wel een beetje pittig. En waar? Nou, we gaan gewoon serieus met de ramen open zitten. Hoezo? Het is toch... Oké, dan noem maar eentje dicht. Maar wat was de vraag ook weer? Wat is een afknapper bij meisjes? Sowieso mag ze niet stinken. Dat ten eerste. Maar ik denk dat dat over het algemeen dat is zo. Wel... Ja. Kun je het als iemand gewoon echt stinkt? Ja. Ik weet niet, ik vind het ook naar als iemand scheve tanden heeft. Ik kan daar gewoon ja, moeilijk naar kijken of zo. Qua innerlijk, als ze. Maar niet als ze rookt of zo, dat vind je niet erg. Ja, ik vind dat niet per se een afknapper, maar het trekt me ook totaal niet aan. Okay. Zeg maar, ik zou het niet. Ja, ik zou niet zeggen van oké, ik ga niet met je omdat je rookt. Maar als jouw droomvrouw rookt, maakt niet uit. Als jouw droomvrouw rookt, dan maakt niet uit. Ja, maar ik zou gewoon dan eerlijk tegen haar zeggen van kijk, ik vind dit niet chill. En dan gewoon kijken wat ze er zelf mee doet. Okay. Maar het is niet dat ik zie van oh, ze rookt, dus het is voor mij al een no-go. Duidelijk. Duidelijk. Ja. Kunnen ze zich aanmelden of ben je nu even bezet? Of... Nee, we zijn single op het moment. Dus jullie kunnen je aanmelden. Oké. Jij ready? Ja. Slaap je naakt? Nee. Oh. Ik vind dat echt naar. Als hij. Zeg maar, gewoon een beetje te veel vrijheid. Oké, dat is niet fijn. Hij moet een beetje steun hebben. Nee. Oké. En slaap me. Mag je vriendin jongensvrienden hebben? Dit vind ik wel een goeie hoor. Ja, goed bedacht hè. Je zou nooit zeg maar haar verbieden om jongensvrienden te hebben. Dus ik zou het niet doen, maar je moet wel gewoon kijken naar wat hun verleden is en zo, vind ik. Stel, ze ontmoet een jongen, terwijl ze al een relatie heeft met jou. Ja. Ze ontmoet een jongen op een feestje. En het wordt haar beste vriend. Het wordt haar beste vriend. Ja. Ik weet, kijk, ik ben zelf best wel jaloers opgesteld. Ja, ik ben niet iemand die dan gaat zeggen, dat mag niet. Ik zou er wel gewoon meer oplettend over zijn, maar ja, het zou wel mogen. Oké. Okay. Zijn er wel dingen waarvan je echt zegt, dit mag niet? Ja. Vreemdgaan. Ja, vreemdgaan. Nee, ja, lastig. Ja, het ligt er natuurlijk aan hoe ze zelf is, maar ik vind het wel lastig. Want ik zou het lastig vinden als mijn vriendin heel los wordt wanneer ze dronken is. En dat ze dan veel gaat drinken wanneer ik er niet bij ben. Ja, dat snap ik wel. Dat denk ik andersom ook. Toch? Ja. Heb je dit allemaal zelf bedacht? Natuurlijk niet. Niks verbazen, je hebt echt tijd te veel volgens mij soms. Ik tijd te veel, Yannick. No. Ik ben zo druk. Ik heb school, mental breakdown.
niet om mee te spotten, want ik had echt een zieke mental breakdown. Ik ook, gisteren. En nu lacht hij, maar ik was echt mental breakdown. Daar mag jij niet op lachen, nee, ik zag het leven echt even een uur zitten. Maar geen grap. Nee, ik vond het wel grappig, want ik herkende mezelf er ook in. Want ik doe zelf ook nooit iets, maar op het moment dat ik iets moet doen, word ik er gewoon emo van. Terwijl het eigenlijk helemaal niet zo zwaar is. Volgende keer als jij met een breakdown hebt, ga ik ook lachen. Ik ook. Ik zie dit niet op Snap als ik een mental breakdown heb. Ik ook niet. Ah, jawel. Jawel, doe ik wel trouwens. Ik lieg. Wanneer heb jij voor het laatst gehuild? Ja, dat was ook dat was de vraag die ik wilde stellen. Echt? Ja. Oh, dat kan ik me oprecht niet eens meer herinneren. Nee. Voor mij gisteren. Ik zie saus van. Gisteren? Had je ook mental breakdown? Ja, gisteren echt. Door school? Nee, gewoon door corona. Ik dacht gewoon, ik kon nooit meer draaien. Ik dacht echt dat ik nooit meer kon draaien gewoon. Daar had ik laatst ook een mental breakdown over. Sowieso door die online school, je hebt gewoon veel minder sociale contacten. Daar word je gewoon echt emo van, man. Ja. Maar nee, ik weet oprecht niet meer wanneer mijn laatste keer was. Oké. Oh, jawel, dat weet ik wel trouwens. Dat is 2 of 3 weken geleden. Echt? Ja, was een persoonlijk verhaal. Nee, is gewoon, toen was mijn oma een jaar geleden overleden. Dus we deden een soort, noem je dat? Herdenking? Juist, herdenking. Oké, maar dat is wel een goede reden. Ja. Oké, waar let een jongen het meest op bij een meisje? Ik denk dat dat per jongen verschilt. Oké, waar let jij het meest op? Als eerste. Ja, billen. Billen. Nee, totaal niet zelfs. Ik weet niet, ik heb echt een zwak voor mooie ogen. En mooie lach, zeg maar, die combi. En wat vind jij dan mooie ogen? Ja. Zeker dat oceaan, blauw, groen. Nee, ik vind ook bijvoorbeeld lichtbruin vind ik gewoon... Het hoeft niet eens per se een bepaalde kleur te zijn, maar je ziet gewoon bij... sommige. Ja, nee, oprecht. Bij sommige mensen dat het gewoon, ja... wat shine. Kijk, bij mij zijn ze gewoon zwart of zo. Maar... ja, dat dus. Ik denk dat ik daar het meest op let. Gewoon sowieso kledingstijl en gezicht. Oké. Wat daaronder zit, ja. Duidelijk. Daar kom je later wel achter. Oké. Wat ziet een jongen het liefst qua make-up? Dat is ook leuk. Het liefst qua make-up. Ik zie het liefst geen make-up. Ja, maar is dat echt zo? Ja, is dat echt ook zo? Heel veel jongens en dan gaan ze echt met de meest... Ja, maar bedoel je zeg maar... Maar dat ben ik persoonlijk. Want wij doen ook wel eens gewoon make-up, dat het lijkt alsof je niet echt make-up op hebt, maar dat je toch wel... Bedoelen jullie dat? Ja, zo natuurlijk mogelijk. Oké, maar je bedoelt niet... Want kijk, ik bedoel, er zijn... Ja. Wat ik echt lelijk vind... Ja. En ik denk dat heel veel jongens het met me eens zijn, is rode lipstift of paarse lipstift. Mm. Wij vinden dat echt niks. Echt? Op een feestje vind ik rode lipstift. Ik vind het wel leuk als je bijvoorbeeld uit eten gaat en je bent helemaal zo... Geloof mij, de meeste boys vinden dat echt niks. Oh, oké. We zeggen altijd lipgloss boven lipstick. Valentijn zag dat ik rode lipstick wil. Ik vond het wel leuk samen. Ja, ik ook wel. Ja, maar wij waren niet samen met Valentijnsdag, want je hebt me niet op date gevraagd. Ik durfde dat niet. Dat moest jij doen. Waarom moest jij dat doen? Had je date trouwens? Nee. Dat was de juice. Nee. Met wie ging je op date dan? Ik kon toch niet op date, dus COVID. Ja. Aan je mond, ik zag dat je een thuisdate had, sneerpijp. Nee. Nee hoor. Dus met wie ging je op date dan? Heb je een nieuw vriendje? En wie ging je op date? Vertel gewoon. Kun je niks, zullen we maar vertellen? Zullen we maar vertellen gewoon? Wat? Jij was toch bij mij? Ik zag je dat er samen mojo's besteld. Mojo's? Met wie was jij, Stijn? Ik weet wel met wie, maar... Een oude bekende. Oh. Is het die ene? Wat vond hij van je lipstift dan? Hij doet het. Nee, je was toch helemaal niet met hem in die avond? Nee, ik had in de middag een Valentijns lunch met mijn vriendinnen. Toen had ik die rode lippenstift op. Oh. En in de avond had ik gewoon lekker... Met hem. Dat doet hij niet. Lekker makkelijk. Nou, hebben jullie nog vragen of mag ik ook een vraag aan jullie stellen? Oh, nou, switch it up. Daar wilden we eigenlijk... We moeten zijn eigenlijk... dat jij de spel ja, okay. Nee, mag. Ik vraag het. Ja, mag. Mag. Is wel, deze vraag is wel echt spicy, man. Maar... Oh. Ik ga het gewoon vragen omdat het een veel besproken onderwerp is de laatste tijd. Zouden jullie...
Nee, waarom moet je dit doen? Waarom doe je dit? Het is niet spicy, het is gewoon... Nee. Ik kwam gisteren in de clubhouse en het eerste wat dan aan je gevraagd wordt is... Ja. Dat is het eerste wat aan mij gevraagd wordt. Bij ons was het gewoon, hoe zou je eten als je een dolfijn was? Jezus, wat een kutvraag. Weet ik veel. Jij bent trouwens echt sneaky weggegaan gisteren. Ik werd gebeld. Oh nee, daarom ben je snel weggegaan. Ja, klopt. Toen ging ik lekker slapen. Ik was moe. Ik werd een beetje... Toen moest fuck Mary Kill doen. Onder druk gezet. Ik had Mary Kill gezegd, toen kwam fuck. Je werd een zogenaamd gebeld. Nee, ik werd echt gebeld. Ik kan het nog laten zien ook. Om 2:15 s'nacht. Mijn vader, hij zei, waarom ben je soort aan de dag? Sorry. Wat is in jouw ogen een ideale date? Stel, alles is gewoon open, alles mag. Ja. Echt zo'n kutvraag, ouwe. En ik zou het oprecht niet weten. Je hebt dit ooit een keer beantwoord in je live. Dat zag ik toevallig. Waarom vraag je het dan als je het al weet? Nou, de kijkers weten het niet. Ik weet oprecht niet meer wat voor antwoord ik toen heb gegeven. Ja, ik weet het niet meer. Volgens mij zei je iets van... Je was met Oes in de live. Toen gingen jullie in de... Oh, nee, maar ik weet niet meer wat ik heb gezegd toen. Nou, wat is in nu, op dit moment? Ja, wat is het? Nou, eerste date of gewoon met je vriendin? Allebei. Nee, gewoon niet per se eerste date, gewoon je ideale date. Maar dat is wel een verschil. Met iemand die je dan al lang kent, ja, toch? Kan gewoon met je vriendin. Ja, ja. Dat is gewoon een vriendin op dat moment. Lastig. Ik denk dat ik eerst gewoon... iets actiefs zou doen met haar. Gewoon. Ja, basketskiën. Wandelen. Nee, gewoon. Wandelen is gewoon leuk. Basketskiën lijkt me ook best wel leuk. Ja, zeg, ik zou het echt leuk vinden als iemand me op zo'n date zou meenemen. Mm-hmm. Of schaatsen of zo. Oh ja, dat is wel leuk. En daarna gewoon een hotel, man. Maar wat wel voor gewoon, hotel? Wel gewoon. Van de Valk. Met denken. Nee, bijvoorbeeld, nee, maar. Van de Valk heeft oprecht mooie kamers. Uh-huh. Gewoon met jacuzzi en zo. Uh-huh. Kijk, ik ga nu geen standaard kamer nemen om vervolgens alleen maar te pitten. Je moet gewoon wel. Wat ga je dan doen? Met een jacuzzi of een sauna. Gewoon om te relaxen nog daarna. Ja, ja, ik snap. En daarna is het feest. Wat zei je? Je luft het niet. Oh mijn god, oh mijn god, Ux. Die andere luft gewoon er. En Isabel Marans. Oh ja, dat is ook wel een leuk vraag. Oh ja, Isabel Marans. Ja. Was dat niet een afknapper voor jou? Nee, niet de afknapper, maar vond ik gewoon redelijk. Maar wat is als jouw droomvrouw die draagt elke dag? Als dat echt haar lievelings kunnen zijn. Nou, zij loopt voor gek, niet ik. Oh, voor gek. Nou, zeg. Maar eerlijk, vinden jullie die patta echt mooi? Ja, ik vind, als je het leuk stelt, vind ik het best mooi. Ik heb nog nooit een jongen horen zeggen, ja man, Isabel Marans is echt mooi bij dames. Oudere jongens wel, zeg maar mannen wel. Ja. Je doet alsof jij mannen kent. Doe even rustig, man. Mannen? Ik ken echt wel mannen. Wie, je vader? Is je vader gezegd die Isabel Marans? Nee, ja, mooi? Nou, vrienden van mijn vader, hun vrouwen dragen ook gewoon Isabel Marans. Dat vinden ze gewoon mooi, hè? Ik denk dat ze liegen om mijn vrouw tevreden te houden. Nee, dat is niet waar. Jongens, camera voor even uit, want hij was te heet. Maar die zon... Ja, maar anders is het zo donker. Zonnebril. Oh ja, wat heb je liever? Knap en dom? Dom of slim en lelijk? Ik zeg je, ik ga gewoon heel eerlijk met je zijn. Ik blijf dan liever single, denk ik. Ja, nee, oprecht. Maar dat is niet de vraag. Ik kan sowieso niet met iemand gaan die ik niet kan... Okay, niet aanzien, is een beetje overdreven, maar gewoon waar ik niet met plezier naar kijk. Maar ik kan ook echt niet met iemand gaan waar ik totaal niet met plezier naar luister. Omdat je moet er alleen maar onzin en domme dingen uit diegene mond komen. Dus nee, ik blijf wel liever single, denk ik. En wat als je... Oké, heb je dan liever iemand die iets intelligenter is dan iets lelijker? Of iets oppervlakkiger en wel gewoon knap? Wat is iets lelijker? Gewoon een beetje. Gewoon, ja, net niet echt jouw ding. Ja, gewoon. Dat je bij je vrienden een beetje schaamt als je het laat zien. Nee, dat kan echt niet. Dan ga ik sowieso voor iets. gewoon knap dan, denk ik. En iets oppervlakkiger. Ja. Dus dat ze gewoon bij je ouders ook best wel domme opmerkingen maken. Ja. Gewoon van. Iets uit de willen. Stel ze zeggen gewoon. Oké, maar ja, kijk. Maar moet je dan parkeren in die vakken? Moet dat? Nee, maar dat is achterlijk. Dat is niet eens dom. Dat is achterlijk. Ja, maar stel ze maakt wel dat soort opmerkingen. Die zijn gewoon iets oppervlakkiger. Of ze zegt, bijvoorbeeld,
Yannick, is maar McDonald's friet is toch niet zo ongezond? Want dat is gewoon aardappel. Dan heb je wel een hele mooie meid. Ja. Ja, oké, okay, maar ja, stel je voor, de vraag is aan jullie. Oh fuck. En je komt gewoon. Nee, we gaan naar de volgende vraag. Je komt gewoon naar familiefeest. Zo is het volgende niet. Nee. Dit is niet de video. Je komt gewoon naar familiefeest met je vriend. Ik heb echt wel familie die dat heeft. Dat ik denk. En zou beter kunnen krijgen. En je denkt, en je hele familie denkt gewoon van. Maar. Is dit vrijwilligerswerk of. Nee. Eerlijk, stel je voor, gewoon dat je van denkt van nee man, dit is echt, ja. echt een lelijke guy. Ja, dat heeft mijn moeder echt wel vaak gehad. Dat is, nou, vaak ook niet, maar dat zei van, wat zie jij hier precies in? Ja, dat heb ik wel eens gehad. Dat is toch ook niet waar je op zit te wachten? Ja, maar het gaat... Ja, ik heb ook wel eens dat vriendinnen van mij dan met een jongen gaan dat ik echt denk... Wat doe jij daarmee? Ja. Dat hebben ze ook wel eens bij mij, want dan hebben we gewoon hele andere types. Ja, oké. Okay. Ja, nee, maar dat kijk, is dan gaat het om type. Dan gaat het niet of hij lelijk is of niet. Heb je wel eens vrouwenkleding? Oh, ik wilde dat echt zeggen. Heb ik wel eens wat? Vrouwenkleding. Zeg maar echt naar buiten, als in niet voor de grap, maar gewoon... Dat je dacht van, ah, dit is echt een leuke blouse of zo. Of een rocket. Of een shirt of een hoodie van een meid. Maar ik heb haar hoodie aangehad in Walibi. Maar oké, dat was echt gewoon een zwarte hoodie. Er stond nog Off Boys op. Op de achterkant. Ja, dat was wel een beetje spannend. Jij zei ook een keer toen ik mijn hoodie nieuw had. Toen zei wow, die wil ik echt een keer stelen. Toen zei ik, ja, stil maar. Staat op de achterkant, steal his hoodie season. Ja, toen dacht ik, laat maar zitten. Maar dat vind ik heel gek. Nee, maar ik heb nooit een blouse of zo van een vrouw aangehad. Ook geen wil iemand nog deze patat? Nee, nee ook niet. Oh, jongen. Nee, thanks. Nee. Oké, nou, dat is fijn. Ik denk dat we alles wel een beetje gehad hebben, hè? Oh, wacht, nog eentje. Wat is een rare gewoonte van jou? Een rare gewoonte? Of heb je dat? Nou, ik weet niet of het raar is. Maar ik slaap met mijn hand in mijn broek. Oh, maar dat doe ik... Ja, dat doe je ook? Nee. Ik doe soms mijn hand in mijn shirt. Ja, dat doe ik ook wel, maar ja, dat vind ik niet heel gek. Ja. Dat gewoon een chille positie is. Ja. Gewoon omdat het warm is. Okay. Ik weet niet of dat per se een rare gewoonte is, maar dat is het enige waar ik momenteel kan komen. Je eet geen gekke dingen? Nee, niet bami's met kaas of zo. Ik wist dat niet. Eet jij dat? Ja. Eeuw. Ja. Dat is echt lekker. Ik ga het een keertje maken. Nee, dank je. Ik eet ook, ja, dus heel zou ik het ook gewoon nog zeggen. Ik heb ook kipfilet met curry, vind ik ook heel lekker. Oh, maar dat vind ik niet zo raar. En vroeger had ik wel echt iets heel raars. Ik snap echt niet waarom mijn moeder me dat liet eten. Een broodje Nutella. Ja, het is gewoon echt te vies ook om te zeggen. Met cheese onion chips. Echt, godverdamme ouwe. Ik vond dat zo lekker. Met ja, chips? Ja, gewoon ik deed nee, dat. Nee man. Ja, dat deed ik op mijn brood. Maar gelukkig eet ik dat nooit meer. Maar chips op brood is wel raar. Cheese onion chips op brood is al nog raarder. En dan nog die en dan ook Nutella. Ja. Is echt gewoon... Maar dat was dus het ding. Het ziet er zo vies uit en zo vies. Maar het is echt heel lekker. Je vindt het nog steeds nee, lekker? Nee, ik heb het al heel lang niet gegeten. Echt al heel lang niet. Nee man, dat is buikpijn. Dat is echt buikpijn. Maar nee, dat is wel... Zeg maar, ik had vroeger wel eens Nutella met vruchtenhagel. Ja, maar dat is gewoon nog... Het is fucking zoet, maar het was... Dat is ook echt smerig. Nou ja, beter met fucking cheese onion chips. Heb jij nog een vraag voor ons? Dit is je enige kans dat het kan. Oh, zo, we gaan toch een hele video maken. Oh ja. Ja, maar je kan nu dan even alvast een... Ja, opwarmertje. Opwarmertje. Ja, ik vind het heel erg. Ja, ik ook. Oh god, die man kijkt, dat is een beetje awkward. Oké, nee, deze vraag ga ik voor de volgende keer bewaren. Oké. Spannend. Oké, dan ga ik gewoon één vraag terugkaatsen en jullie mag dat ook. Nee, vind ik ook niet. Hoezo niet? Oké, misschien. Het ligt eraan wat de vraag is. Ja, mag ik even de vraag doorlezen? Is een string sexier dan een onderbroek? Ja. Maar dat is toch logisch? Ja, maar sommige mensen vinden dat niet. Hadden jullie beter kunnen vragen, wat vind je sexier, naakt of in lingerie? Oh, wat vind je? Ja, wat vind je? Lingerie. Ja, dat dacht ik al. Vind ik ook. Ik ook. Ik vind naakte mensen. Ja, ik vind dat ook heel. Nee, vind ik ook helemaal niet. Het ziet er zo droog uit. Ja, dat is. Ja. Zij dan. Je spik je handen. Je handen ook echt. Jij maakt het weer. Zo heftig. Dat is wat die boys altijd zeggen. Ja. Sta je dan met je pikkie handen?
Oh. Oefen je wel eens een telefoongesprek? Ja, doe dat? Ik deed dat wel soms. Nee, ik niet. Ja, maar gewoon als ik even van... Dat heb je nog nooit. Oké, ik wil gewoon deze. Waar let een meisje het meest op bij een jongen? Ik echt op uitstraling. Ik ook. Want ik vind dus dat iemand op foto's heel knap kan zijn, maar dan in het echt dat ik denk, broer. Nou, meer. Ja. Gewoon de vibe die iemand met zich meebrengt. Ja, of zo, nou, jongens is het meestal andersom. Maar ook de uitstraling. Want soms kan een jongen knapper lijken op een foto, ja. Maar dan hoe diegene praat, vind ik het dan gewoon niet aantrekkelijk. Ja, nee. Of andersom, dat ik gewoon een beetje denk, maar niet heel bijzonder. En als diegene dan begint met praten, dat ik denk, oeh. Ja. Oeh, real me. Ja. Ja. Oké, ja, daar kan ik me wel aan vinden. Oké. Fijn. Ja, ik let ook gewoon op kledingstijl. Ja, ik als ook. Eerst. Nou ja, ik echt niet. Ik wel, als je er echt niet uitziet dan. Ja, maar een kledingstijl, dat is... Kan je veranderen, hè? Ja, I know. Maar als je ik kan zie... hem ook supporten door gewoon te shoppen. True, true. Maar, het maar als nou het niet... echt helemaal niks is, dan denk ik echt van... Ja. Als het gewoon voor gek lopen is. Ja. Maar als het gewoon heel basic ja, is. Ja, oké, dat kan wel. Dat het is niet voor mij een must dat iemand echt... Fashion boy is. Fashion boy is, ja. Ja, ik hou er wel van eigenlijk. Ja, ik hou er ook wel van, maar het is niet... Nou, oké, als hij het niet heeft, is het niet erg. Dan zou het nog steeds om je gaan. En dan kan je het nog... Ja. Dit zegt Noah wel, maar ik zweer, Noah heeft echt een waslijst, ouwe. Nee, stop. Ik zweer... We gaan die TikTok erbij... Zet die TikTok ik wist dat. Nee, ik wist... Ja, luister. Ik... Ik twijfelde heel erg of ik er nog iets over zou zeggen over die TikTok. Eerst wilde ik het niet doen. Maar toen dacht ik echt, zijn jullie zo dom dat dit al mijn eisen zijn? Nee. Dit is gewoon wat ik leuk vind aan een jongen. En als je het echt niet allemaal hebt, betekent niet dat ik je niet met je ga. Ik ben kieskeurig, dat weet ik zelf ook wel. Maar ik weet niet. Ik weet niet. Er kwam zoveel ophef over die TikTok. Nou jongens, bedankt voor het kijken. Bedankt, het was leuk. Wij zien jullie weer de volgende keer. Als Yannick ons vraag gaat zetten? Ja. Ja toch? Ja. Dan moeten we even met nog een jongen. Ja. 2-2. Dat is leuk. Ja. Kan Dion wel vragen. Ja, of we doen een auditieronde. Ja. Laten we dat doen. Dan kunnen we dat ook nog filmen. Is ook nog een aparte video. Ja. Auditieronde. Maar dan doen we het niet in de auto. Dan moet je het even... Nee, even bij mij. In de schuur. In de schuur. In de schuur? Hoorden jullie dat? Oké, jongens. Ja. Leuk. Doei. Hey, hoi, hè? Hoi. Die man zit helemaal te kijken. Oké. Hey, hoi.